Onderwijs draait om vragen. We vragen ze alle dagen. Maar één vraag blijft altijd: wie wint de strijd? Tussen meesters en juffen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe onderwijsspelshow. Ik hou van onderwijs. Een strijd tussen meesters tegen juffen. Ik ben Amy Cassese en ik sta hier samen met... Shonna Plompen. En wij zijn vandaag jullie host. Ik hou van onderwijs. Een 6 reeks afleveringen. Mede mogelijk gemaakt door Team Meulenhof. Ik heb er heel veel zin in. Shonna, jij ook? Zeker. En wat is het thema van vandaag? Nou, gelukkige leerlingen natuurlijk. Gelukkige leerlingen. Nou, daar zijn we wel goed in. En wil jij even de juffen voorstellen? Zeker. We hebben 2 teams. En de juffen die hebben 2 teamcaptains. Namelijk Lucelle de Neer van de Teachers College, leraaropleider. En Kirsten Kuppen van... wat erg. ROC Tilburg. Ja. Goed intro. Ik doe niet. Absoluut. Oh, dat kan toch niet? Kirsten Kuppen, ROC Tilburg, docent Nederlands en burgerschap. Zouden jullie je team even willen voorstellen? Natuurlijk. Wij hebben meegenomen Wendy. Wendy is een oud collega van mij van het CIBAB in Zwolle. En geeft het vak Science. En ik denk dat... zeg ik nou Science? Sign. Sign, ja. Sign. Ja. En een aanwinst voor ons team. Want Wendy is altijd en overal goed voorbereid. Dus, kijk aan. Doei. Wij zijn daarop voorbereid. Sowieso. Zeker. Wanneer wordt het tijd voor onze Jel of is dat pas later? Is het Jel waardig, jongens? Nee. Dit was genoeg tijd. Zeker. Nou, nu ga ik jullie natuurlijk de enige echte, van mij de winnaars, de meesters voorstellen. 3 broeders. Ik begin met de eerste die jullie kennen. Geen introductie waardig. Meest met dromen. Ja, Sinjailalle, Ismail Lachsenaai. Die hebben jullie meegenomen? Wij hebben sowieso iemand die lid is van het Koninklijk Huis, allereerst. En we dachten van, nou, 2 buitenlanders, ook 1 Nederlander erbij, ook handig. Dus toen was er maar 1 iemand die wilde komen, Roy Hamhorst. Ja, ik was de gelukkige. Ja. Gelukkige, zeg maar. Ja. Sorry daarvoor. Nee, dat geeft niet. Nee, maar Roy maakt supermooie dingen in de klas. Dat filmt hij, dat laat hij zien. Hij is enthousiast. En we dachten van, we hebben heel slim iemand nodig om natuurlijk de competitie aan te gaan. Dus hoge verwachtingen is. Maar ik weet heel weinig. Ja. En alles komt op jou. Roy, welkom dus. Oh, maar dank je wel. Heb ik iets gemist? Dus? Nee, dat was het. Fantastisch. Onze Jel nog, volgens mij. Oh ja. Jel, Jel, Jel. De meesters winnen wel. Klaar. Het moet een beetje vloeiend gaan. Ja. We beginnen zo met de ja-nee-e-ronde. Daarna hebben we wat algemene vragen over het thema gelukkige leerlingen. Vervolgens een spelronde waarbij we jullie in actie gaan zien. En natuurlijk heeft elke aflevering ook een bonusronde waarbij je misschien nog wat recht kan zetten als het niet zo goed gegaan is. Nou, dan gaan we nu beginnen met ronde 1. Nou, ik vind eigenlijk dat wij eerst nog onze Jel mogen laten horen. Ja, laat me horen. Oké, okay, ja. 1, 2, 3. Jel, 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 jullie huilen straks wel. Oké. Dit wordt duidelijk vandaag. Ja, zweet zit er lekker in, jongens. Jullie hebben heel veel tijd gerekt, dus stuur je vast naar voren. Nou, hoe gaan we het aanpakken? Inderdaad, de teamcaptains mogen iemand naar voren sturen die de vragen gaat beantwoorden. Wie doet mee vanuit jullie team? Yes. Ja, ik mag. Neem plaats. Ja, ik ga beginnen. Ja, Wendy, jij heet dus geen Milou, want ik noemde die net Milou. Dus, maar het is geen Milou? Geen Milou. Geen Milou, oké. Okay. Vind je het spannend om hier te zijn, Milou? Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Oké. Ben je gelukkig? Heel gelukkig. Oké. Op welk school werk je? Ik werk op het CIBAB in Zwolle. In Zwolle, oké. Vind je het spannend om in Amsterdam te zijn dan? Ik kom al vaker in Amsterdam. Oké. En waarom eigenlijk? Gezellig met vriendinnen hier naartoe. Oké. Wat vind je nou echt irritant in de klas? Als ze niet luisteren. Oh, en doen ze dat vaak? Best wel. Ja, die mobiele moeiltjes zijn wel een leuke afleiding. Heb je favoriete leerlingen? Heb ik niet zo. Oké. Ismael, ik weet niet, het is onbreekbaar. Wat vind je het leukste aan het onderwijs? Het contact met de studenten. Heb je ooit een moment gehad dat je dacht van, die leerling die wil ik achter de bank plakken? Soms wel een keertje. En je werkte, waar werkte je ook alweer? Op het CIBAB in Zwolle. En daar heb je echt naar je zin? Heel erg. Echt naar je zin. Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht, hier ben ik gewoon klaar mee? Eigenlijk niet. En ben je trouwens, je bent gelukkig, gaf je het aan? Dat klopt? Ik ben gelukkig, ja. Ja, gelukkig. Vind je het leuk om hier... Ze zei het. Oh, bij 3 keer. Ah. Kijk eens opletten. Hey. Ja, absoluut. Hey. 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 Hey.
prestatie had niet helemaal door, ik wel. Ik hoorde het eigenlijk niet hoor, was je het niet zelf? Het was een dikke ja. Lekker. Ja, toch ja. Maar ik kan concluderen dat er 3 punten naar het team van de juffen gaan. Yes. Wij gaan Roy sturen. Roy, heel veel succes. Roy, come on, hè, Roy. Applaus voor Roy, mensen. Roy, kunnen we beginnen? Ben je er klaar voor? Dat weet ik niet, het ligt aan jou. Ik ben er klaar voor. Ben je blij om hier te zijn, Roy? Focus. Zeker. En je bent toch leraar aardrijkskunde, hè? Klopt. En ben jij ook van die aardrijkskunde kennisclips? Nou, dat zou kunnen. Ja, hoezo? Dat zou kunnen? Nou, zo stel ik me zo wel eens voor, ja. Als aardrijkskunde kennisclips. En je bent ook al leraar van het jaar, begreep ik. Roy. Nee! Aardrijkskunde leren van het jaar, dat klopt. Ah, maar je doet het dus wel heel goed. Dat zeg ik niet, dat zeg jij. En iedereen op school is natuurlijk super trots op jou. Uiteraard. Ja? Uiteraard. Roy, moet je teleurstellen. Ja. Ja, maar het is toch niet normaal, deze tegenpartij, jongens. Dus, ja. Maar Roy, jij benadert er ook echt als een politieverhoor, joh. Ja, helemaal niks zeggen, gewoon. Ik zat helemaal in mijn focus, maar het was nog... Jeetje. Dus bij deze hebben jullie 3 punten. Meesters, het komt ook goed. Ja, volgende applaus ronde. Applaus voor die. Ja, Shanna? Ja, de volgende ronde, dat is de kennisronde. Alle juffen en meesters krijgen 4 vragen. En bij elk goede antwoord verdienen zij een punt. Even eens even koffie halen. Zo. Jullie mogen overleggen, dames. Dat betekent wel dat jullie snel moeten schakelen. Ja. En ik stel het gewoon algemeen. Ja. En jullie moeten gewoon gaan roepen. En de tijd kan nu beginnen. Oké, de eerste vraag. Over welke 3 behoeften hebben Daisy en Ryan het in zelfdeterminatietheorieën? Autonomie, relatie en competentie. Ja. Correct. 2. Bij welke opvoedstijl hou je rekening met de wensen en behoeften van het kind? Bij welke opvoedstijl hou je rekening met de wensen en behoeften van het kind? Oh ja. Nee. Oh, weet het niet. Nee. Je mag ook pas. Okay. Noem 3 manieren om je leerlingen echt te zien in het klaslokaal. Noem 3 manieren om je leerlingen echt te zien in het klaslokaal. Benoemen? Noem 3 manieren. 3 manieren, hoe? Gewoon persoonlijke aandacht. Vragen stellen. Ik weet het niet. Ja, ze antwoord laten geven. Ze mee laten denken over het leerproces. Ja, ja, ik zie het al, Amin. Zij zien hun leerlingen dus niet. Jawel. Jullie zijn op de goede weg. Ga door. Ga door. Echt? Ik probeer gewoon tijd te rekken. Gewoon persoonlijke aandacht is dat toch? Ja. Ik weet het niet hoor. Gewoon ze echt zien, ze vragen stellen, met ze meedenken. En niet oordelen op gedrag. Ja, ik keur het goed. Zie je al een puntje zetten? Oké. Okay. Ik keur het goed. 2 punten. Okay. Noem een boek van pedagoog Pedro de Bruikere. Nee, ik weet geen boeken. Geen boeken? Nee. Pas. Jullie hebben 2 punten in totaal voor deze ronde. Oké. Dat kunnen wij, kom op. Absoluut. Krijgen wij net zo'n makkelijke vraag als zij? Hou op hoor. Oké, de eerste vraag. Waar staat positief framen voor? Positief framen is dat je... Mag ik een band? Ja, tuurlijk. Absoluut. Als je, stel, iemand doet iets negatiefs, maar dat verpak je als een Sinterklaas cadeautje in iets moois. Kijk. Lekker gezegd, hoor. Ik reken hem goed. Absoluut. De tweede vraag. Noem 3 opvoedstijlen. Slaan, knock-out. Nee, oh, goede vraag. 3 opvoedstijlen. Hoe noem je dat? Ik heb net 1 beantwoord, dus ik vind... Ja, nee, ik ben nog even in de focus. Schuif hem maar af. Wacht even, even. Denk terug aan de lerarenopleiding. Waar werd je mee doodgegooid? 3 opvoedzeilen. Hey, ook te veel hints. Wacht, nee, maar zij hebben ook een beetje vaag... We kunnen ook vaag antwoorden, deden zij net ook. Ja. Dat je een kind heel vrij laat, zeg maar. Dat je kind alles laat doen wat ze willen, eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Daar heb ik er hele vele kinderen van, volgens mij, uiteindelijk. En wat is die andere? De tijd loopt hele, wel door. Hele directieve opvoeding. Dus dat je ze allemaal vertelt wat ze precies moeten doen. Dus dat is al 2, toch? Ja. Nog eentje, jongens. En de meedenker natuurlijk ook, toch? De meedenker. Ja, ja. Bepaald precies. Ja, de ouderen die... Ik reken hem goed. Steeds. Oh, hij was goed. De derde vraag. Wat zij zeggen? We deden gewoon heel moeilijk, maar het was makkelijk eigenlijk. 2 stille routines die je kan toepassen om je klas stil te krijgen. Dus 2 routines om je klas stil te krijgen. Hand omhoog, uiteraard. Nog?
Ja, hand omhoog, inderdaad. Voor de klas gaan staan. Ja, zijn we al. Goedgekeurd. Ja, maar ik sta ook gelijk. Wacht even, ja. Wacht. Dan zijn ik heb vanmorgen ook nog gesport, hè? Dat is ook niet. Ja, dan zijn ze met deze. Dit gaat wel van jullie tijd, toch? Oh, sorry, ga door. Ja. Vierde vraag. Op welke twee grondbeginselen is Dalton gebaseerd? Het Dalton-onderwijs. Oh, Dalton-onderwijs. Dalton-onderwijs. Mag ik pak even mijn telefoon even opzoeken? Ja. Nee. Gaan we hem passen? Nee, wie gaan we? Ja, pas. Nee, pas. Ja, pas. Even. Pas, ja. Dat was hem. 3 punten voor de meesters. We hebben 3 punten in ronde 2 voor meesters en 2 punten voor juffen. En de eerste ronde hebben zij hoeveel punten? 3 punten gescoord, dus dan staat het 5-3. Ja, 5-5-3. Dus maar we gaan weer naar. Ja, zeker. Ja, absoluut. Eamon, ik vond trouwens die opmerking van Lucel dat wij echt de VMBO-klas vond ik niet zo fijn. Dus ik wil dat je dat even noteert. Nee. Nu ben je me niet positief aan het framen, hè? Ja. Ik ben dol op het VMBO. De volgende spelronde. Ja, ja, zeker. Ja? Absoluut. Ronde 3. Een van de meesters, een van de juffen, die gaat een scenario spelen, terwijl de andere kant moet gaan raden hoe hij of zij hiermee om kan gaan. Dus op constructieve wijze. En bij elke goede optie verdienen ze een punt. Ja, ik was wat later, want de brug stond open. Nike Amex was lek. En, ja, je weet toch. Mag ik dan naar binnen? Oké. Dat ging makkelijk. Ja. Hey, Roy, zitten, weet je wat? Hey, Appie, alles lekker. Ja, Roy, ja, ga lekker zeker zitten. Lekker, hè? Alles goed, ja, nee, ik had een goed weekend, man. Zeker, zeker, zeker. Wat een eikel, ja, hè? Wat zeker een eikel. Oh, dat mag je niet. Nee, dat heb je Ajax nog gezien, trouwens? Dat was echt hard, hè? Sowieso. Ja, Roy. Roy, kom eens heel even. Wendy! Hey. Sta hier, hoor. Roy, kom eens eventjes. Ja, zo. Ik ben even bezig. Nee, maar kom heel even. Ik wil iets vragen aan jou. Ja, maar ik ben heel even mag bezig. Mag je zo met meteen doorgaan, maar kom heel even hier. Ja? Kom eventjes. Ja, ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Hoe was jouw weekend, juf? Ja, het duurde lang eventjes voordat je op school kwam. Ja, maar goed. Weet je, ik zei toch, mijn Nike Amex was leeg. Ja, wel vervelend voor je. Weet je wat? Vind je het goed om dat er even over te hebben? Moet dat? Ja, maar er is niks aan de hand, maar dan hebben we het er gewoon heel even over. Ga lekker zitten, hebben we het straks eventjes. Ja, ik ga liever zo meteen even met Wendy even praten, hoor. Mag ook. Die knip over de namen, net namen. Dus, komt helemaal goed. Ja? Ga lekker zitten, hebben we het er direct even. Oké, is goed. Ga even zitten. Mogelijkheid 1. Laat nog een mogelijkheid zien. Kan je nog een punt winnen? Is die goed? Ja. Oh, je doet goed, hoor. Klasse, Roy. Ik was toch in vorm nu, of niet? Je hoeft niet in te binden, hè, als je iets vraagt. Nee. Je hoeft niet in te binden. Ja, joh. Niet boos, hoor. Ik ga niet voor de complete chaos toe. Ja. Even duidelijk zijn van, niet fijn dat je laat, maar dat je toch met een lesgever zit. Dus niet wel, soort van wel iets meer terechtwijzen. Ja. Oké, okay. Jij? Nee, jij. Oké, okay. Ja. Nog een keer? Ja, kom maar. Kom even gewoon staan en leuk. Je staat er nog steeds. Roy, ik vind het wel een beetje jammer, ik vind het een beetje jammer dat je wat te laat bent. Het stoort me namelijk in mijn les. Zou je alsjeblieft even willen gaan zitten? Dus je zegt dat ik jou aan het storen ben meteen als ik te laat kom in de les? Nou, je praat door me heen en ik was net iets aan het uitleggen. En daar heb ik een beetje last van, waardoor ik mijn verhaal niet af kan maken. Dus ik zou het heel fijn vinden als je even gaat zitten. En dan hebben we het er straks even over. Ik zou het heel fijn vinden als je gewoon niet meer tegen me praat. En ik kom gewoon te laat. Oeh. Ja, een beetje luisteren. Maar mij het dan maar uit, Jordan. Ik heb mijn Nike Air Max was toch leeg en zo. Ja, ik mocht wat meer gauw. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Shots fire. Ja, let's go. Maar ik kom er toch ook vind ik ook helemaal niet erg, jongen. Maar probeer al even mijn verhaal af te maken. Dus als jij heel even rustig gaat zitten, praten we zo meteen gewoon hoezo even rustig? Verder. Ik ben toch rustig? Of, Roy, je ik vind ook dat hij rustig is, juf. Lekker zitten, dankjewel. Ga gewoon zitten. Roy, je bent gewoon rustig, ik hoor, Roy. Ik ga gewoon weg. Ja. Ik word gek, hè? Dankjewel, gek. Hè? Dankjewel. Okay. Oh, zegt echt. Ja. Ja. Zo doe je het echt nooit. Acteerskunst van Roy. Absoluut. Roy, ja, gewoon goed gedaan, Roy. Ja. Het is niet persoonlijk. Nee, hè? Ja, volgens mij hebben jullie 2 punten gescoord. Oh, er zijn 2 manieren. Was die laatste ook allereerst goed? Contact leggen, aardig met de leerlingen omgaan. Wat is er precies gebeurd? En daarna wat strakker aanspreken, maar wel de leerlingen even zien. Goed gedaan, dames.
Hey, I see you. Volgens mij kunnen we naar ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik heb het echt gezien, hoor, moet ik zeggen. Ja. Ook niet gehoord. Ook niet gehoord. Nee, ook niet gewaardeerd. Gewoon niet. Roy, je bent de eindbaas. Ik ook niet, inderdaad. Ik denk dat je had kunnen zeggen, Roy, wat leuk dat je er bent. Heb je niet gehoord, hè? Nee, positief benadering. Maar goed, zul je beslissen. Ik zei nog, hoe is het en hoe was je weekend? Dat is ook positief. Nee, het was heel agressief, hè? Ja, het was passief agressief. Maar goed. Dat is niet waar. Ik heb de indruk dat de meesters het echt heel goed weten, dus laat maar zien. Ja. We gaan naar de volgende ronde. Wie van jullie gaat de leerling spelen? Is het een hele uitdaging? Okay, jullie zijn wel even iets aan het uitleggen nu, hè? Isma is de meester, dus je mag naar hem kijken. Oh, het weekend was zo leuk, hè? En we waren op stap geweest. Het was zo'n mooie man die ik had ontmoet. En ik was allemaal zo'n chance en mijn haar aan het wapperen. Hij trapte er gewoon in. Ik vond het zo leuk. Ja, jij was er ook bij, hè? Ja, heb je het gezien? Was echt ik vond het zo leuk. Hoe heet die Kirsten? Als ik vraag hem, hoe heet hij? Wat zeg je? Hoe heet hij? Ja, Michel. Wat leuk, zeg. Ja, hij was zo leuk. En hadden jullie een leuke dag met elkaar? Oh, ik vond het zo leuk. Ik ben gewoon verliefd. En maar heb je het ook kenbaar gemaakt? Ik krijg nu nog steeds warm als ik eraan hem denk. Oh, en ik heb dus een liefdesbrief gekregen. En ik ga dus wie wil voorlezen? Wil je voorlezen? Ja, zou ik zo leuk vinden? Klas? Ja, absoluut. Wie wil horen? Nee, wat leuk. Dat durf ik echt niet. Nee, ik durf dat niet. Dat kan jij. Ik geloof in jou. Ik vertrouw in jou. Jij hebt het in je, absoluut. Ja, ik durf dat niet. Heb je ook een foto van hem? Ja. Meneer, mag ze in mijn telefoon op mijn achtergrond. Voel je je fijn erbij om te delen, om te laten zien wie die is? Ja. Kijk, nee, dat is toch heel gek. Eventjes, hè? Ja. Ja. Maar mag dat dan wel? Ja, maar dan niet absoluut. Doorstellen. Weet je wat we doen, Kirsten? Ik heb het goed gemaakt. Ja. Aan het einde van de les, de laatste 5 minuten, gaan we inzetten om hier verder over te praten. Ja, maar het was echt leuk, hè? Ja, vond je niet? En je zag het er ook goed uit. Ja, echt niet normaal. Terug. Ja, oh, echt, maar ik krijg er gewoon helemaal de kriebels van. Dit was leuke vriend. Ja, en die vriend daarvan is ook echt heel leuk. Jullie, dat was nummer 1, hè? Bas was het. Het was Bas. Bas is zo leuk. Kirsten, we gaan voor nummer 2. Ik heb ook even mee zitten luisteren. interesseert ons helemaal niks op wie jij verliefd bent. Waarschijnlijk volgende week weer op iemand anders. Dus, vorige week was je ook op iemand verliefd. Ja. Dus ik wil dit verhaal even parkeren. Jongens en meisjes, Kirsten is weer verliefd. Iedereen weet het nu. Ik vind het niet normaal. Ik weet ook op wie ze nu is. Ik mag toch gewoon zeggen op wie ik ben. Dat is toch mijn gevoel. Het is een mogelijkheid. Dus beste klas, dit is dus hoe het niet moet. Laten we het daarop houden. Dankjewel, Kirsten. Je mag weer gaan zitten. Yes. Hoeveel punten hebben ze, Shauna? Ik vind eigenlijk al 2 punten. Dus, 2 punten, twee punten. Het staat nu 7 punten voor de juffen. 5 punten voor de meesters. Maar... Hey, er is een bonusronde, toch? Oh. Shauna, jij mag het gaan uitleggen. Yes. Oké. Okay. Ja, we hebben elke aflevering hebben we een bonusronde. En in die ronde mogen de deelnemers zelf kiezen welk spel zij gaan doen. Ze krijgen van ons 3 woorden die te maken hebben met het thema. Dus met de gelukkige leerlingen. En dan mogen ze dat proberen uit te beelden. Dat is optie 1. Ze mogen de whisper challenge doen. Dus dat ze het gaan fluisteren en dat je dan moet raden wat er gezegd wordt. Of ze mogen met alle 3 die woorden een eigen verhaal maken. En dan moeten jullie de woorden raden. Dus, denk erover na. Ga je het uitbeelden, een verhaal maken of de whisper challenge? Wij kiezen voor freestyle. Wat gaan jullie doen? Whisper challenge. Okay. Succes. Nou, dat betekent dat we gaan beginnen bij de meesters. Zeker. Ja, nou, top. Oh, dit wordt wat, hoor. Moeten wij die woorden raden? Jullie moeten de 3 woorden die op dat blaadje staan raden. Oh, en hij mag niet gewoon die woorden zeggen. Oké, dat hoort. We gaan het doen. Omheen. En even voor duidelijkheid, je hebt 1 minuut. Lezen? 1 minuut. Gaat lukken. 3 minuten. 3 minuten. Oh, 3 minuten. Lekker, joh. Oeh, dat wordt lang gesprek. Maakt niet uit. Kijk, weet je wat het is? Het is gewoon heel belangrijk in het onderwijs om jezelf te blijven ontwikkelen. Sowieso. Zo heb je bijvoorbeeld de zone van naast ontwikkeling. Maar je hebt ook die andere zone die ik niet meer weet. Maar daar zit wel in ieder geval heel veel ontwikkeling in. En ik kan me nog herinneren dat een keer een leerling in de klas kwam en hij probeerde mij een bepaald signaal te geven. Hij probeerde mij duidelijk te maken, meneer, zie me nou, meneer, ik ben hier. En hij bleef zwaaien en schreeuwen en roepen en noem maar op. En op een gegeven moment dacht ik, hallo, je hoeft niet te blijven zijn, hè? Dat is gewoon niet de bedoeling. Gewoon relax, je hoeft niet stressen. Lekker. En ik ga naar hem toe en ik zeg, ga mee, kom eens even hier. Hij zegt, ja, meneer. Hey, meneer, ik ga u eerlijk zeggen, ik heb zoveel plannen in mijn leven. Ik wil misschien, ik wil net als Max Verstappen, wil ik gewoon... Wat doet Max Verstappen ook weer? Maakt niet uit, is niet belangrijk. Waar het om gaat, is dat ik niet weet welk woord dit is. Ik ga het gewoon implementeren in mijn verhaal en jullie moeten raden wat het is. Maar welk woord?
Dat weet ik nog steeds niet. Nee. Misschien een beetje dus, eromheen werken. Ja, precies. Weet je, kijk, als je hebt al te vaak een plan. Ja. En het plan, dat is best wel gek. Weet je hebt natuurlijk een jarenplan, een maandenplan. Bestaat dat? Dat heb ik net verzonnen. En je hebt natuurlijk ook een visieplan. Dat is ook heel belangrijk om mee bezig te zijn als leerkracht. En ook een Jena-plan. Dit is ook heel belangrijk. Maar goed. NPO-plan. NPO-plan, ook heel belangrijk, want er is heel veel geld naar het onderwijs natuurlijk gegaan, dat weten jullie. Teamplan. Team Meulenhof-plan bestaat ook. ja, dus, maar ik heb jullie verteld net trouwens over die leerling Kirsten. Kirsten kwam binnen, ze was verliefd op heel veel jongens. Heel veel jongens. En we zeiden op een gegeven moment, lekker belangrijk. Hoeveel jongens vind jij leuk? Ja. Iedere dag weer een ander. En ja, goed, het is weer uit. Dus ze is op zoek naar een nieuwe. Dus waar het om gaat is gewoon dat we uiteindelijk onszelf moeten blijven ontwikkelen. Dat is hem. Lekker. Dank jullie wel. Oké, wij denken het te weten. Maar wel goed. Ja, lekker. Lekker. Okay. Applaus. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Ik ben helemaal onder de indruk. Maar wat zijn de antwoorden? Ik heb geen idee. Durf het in de microfoon te overleggen. Ja, ontwikkeling sowieso. Signaal. Signaal, ontwikkeling. Of signaleren kan ook, hè. Het is maar net hoe je het rekent natuurlijk. Oh. We dachten ook Kirsten, dan is hij zo dacht, Kirsten. Ja. Ja. En plan hadden we opgeschreven. Ja. Ja. Ja, of koers, kan ook. Maar... Nee. Dus even in één keer, welke drie woorden zijn het? Ontwikkeling, signaal. Het is echt zo van, als iemand een hand opsteekt in de klas... Nee. Joey, weet jij wat het is? Dat ben je duidelijk. Mag ik proberen? Nee, mag ik proberen hier? Ontwikkeling, signaal. Nee. En Kirsten. Nee. Geen bonuspunten. Het spijt me, maar je hebt het wel heel goed gedaan. Ja, wat was het wel? Ja, dat mag niet gezegd worden. Maar jongens, het gaat om de inzet, hè? Gaan we het zeggen? Gaan we het zeggen? Laat het zeggen. We gaan het zeggen, we gaan het zeggen. Nou, de meesters, de eerste is zone van naast de ontwikkeling. Goed zo. En de tweede is zijne. En de derde is een Jena-plan. En die heeft... Ismael nog tussendoor gefietst, maar je hebt niet geluisterd. Nee. Ja. Nee. Roy heeft wel geluisterd, maar Roy luistert ook niet. Ik wel eens op mij schuiven meteen. Dus dit betekent eigenlijk dat jullie gewoon 0 bonuspunten hebben. Ja. Weet je, dat kan een keer gebeuren. Zou het leuk zijn om erin te editen, zeg maar. Dat probeerde ik met mijn Ik heb mijn best gedaan in ieder geval. Zeker. Daisy en Ryan. Daisy. Daisy. Oké, voor les geven. Les geven. Geven. Ja. Dat moeten we ook doen. Ja, hallo. Pedagogiek. Pedagogen. Pedagogisch. Pedagogiek. Pedagogiek. Ja. Oké, okay. Okay, en dan nog één keer. Zal ik die andere nog een keer proberen? Ja. Ja? Okay. Daisy. Daisy. Lezen. Daisy. Technisch. Nee. Daisy. 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 Si. T3. Daisy en Ryan. Langzamer, alsjeblieft. Daisy en Ryan. Nee, ik denk dat het... Daisy... En Daisy en Ryan! Ja! Ja! Hoe was dat? Heel veel. En, ik denk dat wij eigenlijk naar de resultaten moeten gaan. En daarvoor wil ik ook even Team Meulenhof bedanken, want er is een prijs beschikbaar. Kan je daarover wat meer vertellen? Yes. De winnaar van deze ronde mag samen met zijn of haar klas naar het Rijksmuseum. Mede mogelijk gemaakt door Team Meulenhof. Dus wie heeft dat gewonnen? Wauw, gefeliciteerd dames. Super. Ik ga de resultaat niet zeggen, jij weet het wel. Zeg het maar. Ja, moet ik even heel goed kijken. De meesters hebben 5 punten gescoord. Goed gedaan. En de juffen hebben 10 punten gescoord. Terwijl hier een feestje gebouwd wordt. Hoe told je zo? Ik wil Roy even bedanken. Ik weet niet precies waarvoor. Maar
Dankjewel, Roy. Gezelligheid. Dat is eigenlijk gewoon een ding, hè? Ja, hij had wel één goede, hele goede ronde. Ja, zeker. En het lag ook aan Ismael en ik. Nee, absoluut, absoluut. Applaus voor Roy, dames en heren. Ja, Roy. Okay, en natuurlijk ook voor Wendy. Ja, ook een applaus voor Wendy. Nou, beste kijkers, dit was aflevering 1 van Ik hou van onderwijs. We gaan natuurlijk volgende week met aflevering 2 beginnen. Ik vond het heel erg leuk voor de eerste aflevering. Hoe vond jij het, Shanna? Ik heb ervan genoten. Ik vond het leuk om iedereen in actie te zien. En ik hoop dat jullie thuis ook wat hebben geleerd over pedagogiek. Zeker. En ik denk persoonlijk aan het eind dat rond 2, 3 en 4 afleveringen ook door de meest gewonnen gaan worden. Want ik heb er vertrouwen in. Dus don't let me down, boys. Komt helemaal goed. Tot volgende week. Yes. Dankjewel. Onderwijs draait om vragen. We vragen ze alle dagen. Maar één vraag blijft altijd: wie wint de strijd? Tussen meesters en juffen.